Yo, ain't it a nice day to take a walk in the street? Let's go. Nee, ik ben best wel een beetje brak. We hebben gisteren première gehad te schemen. Mond dicht, ik doe het wel. Hallo mensen, daar zijn we weer. Wij zijn alle twee heel erg brak. Omdat Robert die had gisteren zijn première van Schemer. En die heeft zijn shine weer gepakt. Ik vond het een hele goede film. Wij zijn vandaag bij mijn favoriete onderdeel aangekomen. We gaan vandaag het NK Moordenaartje spelen. En daarin moet je in een groep gaan zitten. En dan wordt er één iemand aangewezen die de moordenaar is. En als iedereen zijn ogen dicht heeft, dan wijst hij iemand aan die hij vermoordt. En dan vervolgens gaat de groep discussiëren over wie dan de moordenaar zou moeten zijn. That's right, let's take a walk. Let's take a walk in the... Goedemiddag, allemaal fijn dat jullie er zijn. Bij het allereerste NK Moordenaartje, het snelst groeiende spel of sport, hoe je het wil noemen, van Nederland. Jullie doel is om uit te zoeken wie aan tafel de moordenaar is. Mij krijg ik wel punten, omdat ik drie mensen heb vermoord. Ik had het geraden en we hebben hem net weggestemd, dus dat is, dat is topwerk. Ik ben er heel blij mee. Hoe heb je gespeeld? Ik heb drie mensen vermoord. Ah, je was de moordenaar. Ja. Classic. Ja, die was lekker. Hij was moordenaar. Weet je wat er zo stom was? Is dat deze meneer de hele tijd met zijn camera om me heen bleef lopen. Dat ik echt de gast. Ja, dat werd dus ook aan mij gevraagd. Waarom liet je briefje aan de camera zien? Vanavond in de Festival Tent wordt er dus ook moordenaar gespeeld. Zometeen, nu dus, misschien. Nee, bij de talkshow. Nee, maar als we het zo snijden, dan zeggen wij nu, we gaan nu verder in de gast, tent. Je bent toch een acteur, je bent toch geen editor? Snijden? Kelen doorsnijden gaan we. We gaan keeltjes doorsnijden. En be prepared, want vanavond zijn we er zo ook bij. En dan gaan we denk ik kapot maken. Nou, jij bent een brakke dikker. Kom, zak. Nee, het is eigenlijk... Nee, was niet van. Hij moest ook zo van.